5 Spices kerstfiguurtjes. Ze heeft 350 gram bloem, 2 theelepels bakpoeder, een halve eetlepel 5 Spices en een halve theelepel zout boven een kom. Doe 250 gram boter en 175 gram fijne kristalsuiker in een andere kom en mix met de mixer in 5 minuten luchtig en romig. Mix er 1 ei en 1 theelepel vanillearoma door. Voeg het bloemmengsel toe. En kneed snel tot een samenhangend deeg. Leg ingepakt in vershoutfolie 2 uur in de koelkast. Verwarm de oven voor op 175 graden. Rol het deeg op een met bloem bestoven werkblad uit tot een zo dun mogelijke lap van ongeveer 3 mm. Steek er met de uitsteekvormen 50 koekjes uit. Prik eventueel een gaatje van 4 mm in de koekjes als je ze later wilt ophangen. Leg de koekjes met steeds 2 cm afstand ertussen op 2 met bakpapier beklede bakplaten. Bak de koekjes op de bakplaten ongeveer 10 minuten onder elkaar in het midden van de oven. Wissel halverwege de baktijd de bakplaten van plaats. De koekjes zijn klaar als ze aan de randen goudbruin beginnen te kleuren. Laat 5 minuten afkoelen op de bakplaat en nog 1 uur op een rooster. Leg 250 gram wit glazuur 5 minuten in een kom met warm water. Kneed de zakjes goed en doe de inhoud in 2 aparte bakjes. Voeg aan 1 bakje een halve tube rode kleurstof toe en roer tot een rood glazuur. Verdeel met een lepeltje het glazuur over de koekjes en strijk glad met een mes. Zo maak je 5 Spices kerstfiguurtjes.